een snel veranderende wereld, waar alles verbonden is met alles, gebeurt niets nog zomaar. En voor wie goed kijkt, blijken alle sporen te leiden naar één man. GUSTAAF COSTERS uit EVERE. Toevallig of niet? In Haïti zijn 10 Amerikanen aangehouden omdat ze een 30-tal kinderen uit het land wilden meenemen zonder de nodige papieren. 30 januari 2010, Haïti. Tientallen weerloze kinderen worden op de valreep bevrijd uit de klauwen van misleidend liefdadige Amerikaanse baptisten. Maar ook deze keer laten de Amerikanen het vuile werk opknappen door een meedogenloos gemanipuleerde inlander, buschauffeur Roberto. Maar buschauffeur Roberto, zo blijkt, is genoemd naar de Roberto aller mobiele Roberto's. Roberto Jacketti en de Scooters. Maar Save the Day is allang voor de Scooters een motto van de gevaarlijke Mighty Mouse. Here I come to save the day. 11 oktober 1975. Andy Kaufman verbaast vriend en vijand met de meeslepende adaptatie van Mighty Mouse. Diezelfde Andy Kaufman glorieert als de Slavische gastarbeider Latka in de serie Taxi. This morning heard a very good joke from my cousin Baji. Oh, from Baji? Oh, well, let's hear it. I love a good joke. Okay. Di bene to se vede kasha bole ki si pidi ko debi. Ona sa to le vese ne bote ki nje ba. Tama tuki bini ko. Tama jaje 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 Maar in deze serie figureert ook Tony Danza, een afgunstige Italo-Amerikaan die niet veel later zelf de hoofdrol opeist in een serie rond één levensgroot mysterie. Who's the boss? The boss is back. The boss is back. The boss is back. En the boss is back. De enige echte boss, Bruce Springsteen. In the USA. 28 januari 1985. Bruce Springsteen kreunt als een kreupelbos in een noorderstorm in het bezwerende We Are the World. We are the world. We are the children. Het brein achter deze megalomane samenzwering, zo blijkt, heet Quincy Jones. Deze Quincy Jones verjaart elk jaar opnieuw op 14 maart. En viert dus jaar na jaar zijn verjaardag op exact dezelfde dag als Marcella Feyten. Ook in 2010 de trouwe steun en toeverlaat en liefdevolle vrouw van GUSTAAF COSTERS uit EVERE. Toevallig of niet?